Nou Bart, stond weer een keer in de basis. Heeft dit nou ook een dubbel gevoel? Ik kan me voorstellen, ik ben blij om te voetballen. Maar ja, het is ook op een amateurcomplex in de beker onder andere omstandigheden natuurlijk. Hoe zit dat? Ja, ik ben blij dat ik weer mag spelen. Het is belangrijk dat ik fit blijf en die minuten maak. En ja, natuurlijk wil je liever de andere wedstrijden spelen. Maar als dat niet kan, dan moet je blij zijn met de minuten die je krijgt. En, ja, daarom ben ik blij dat ik deze wedstrijd heb gespeeld, zeker. Heb je ook een gevoel van trots gewoon dat je hier wint? Of is dat dan toch een beetje, ja, ik kan me voorstellen, met een nasmaakje? Nee, niet met een nasmaakje. Wij moeten gewoon die wedstrijd winnen. En dat is onze enige taak. Dat hebben we gedaan en ja, op een prima manier, denk ik. Nou, jullie hebben hem gewonnen. Jij mocht de aanvoerder zijn. Als ik het goed heb, jouw eerste keer voor het grote PSV natuurlijk. Wat ik al zeg, onder andere omstandigheden. Maar ook wel een rol die jou volgens mij een beetje leek te passen op het veld. Oké, ja, natuurlijk. Ik ben vaker aanvoerder geweest in de jeugdteams en bij Jong Oranje. Maar bij PSV natuurlijk de eerste keer. Dus ja, dat is heel mooi dat ik dat mag zijn vandaag. En, ik probeer eigenlijk altijd de jongens aan te coachen waar ik kan. Alleen het is niet dat ik ineens anders wil gaan spelen of iets. En, ja, dat het voor mij verschil maakt eigenlijk. Misschien een hele algemene vraag, maar hoe voel jij je nou bij PSV? Het is een vraag die zie je natuurlijk al aankomen, maar ja, ik ben toch benieuwd. Ja, het is heel moeilijk. Het enige wat ik gewoon kan doen is hard werken en me laten zien in de minuten die ik krijg. En, dat is soms moeilijk, maar ik kan beter het positief bekijken dan negatief, want anders dan schiet je er niks meer op natuurlijk. Het heeft natuurlijk geen net of nut om bij de pakken neer te zitten, maar heb je wel het gevoel dat je hebt ooit eens de wens uitgesproken om verder te kijken. Nou, dat is uiteindelijk niet voor de transfer deadline gelukt, maar heb je dan wel het gevoel van, nou ja, onder deze omstandigheden zijn er voor mij alsnog mogelijkheden? Of heb je ook zoiets van, ja, uiteindelijk moet ik toch verder gaan kijken? Nee, natuurlijk, er zijn altijd mogelijkheden en... ik probeer altijd de trainer te overtuigen op de training en in de minuten die ik krijg. Dus ja, ik hoop dat ik nog veel kansen ga krijgen. En natuurlijk wil ik bij PSV gewoon nog heel veel gaan spelen. Ja, want wedstrijden op een amateurcomplex of niet, uiteindelijk draait het gewoon om 90 minuten lang spelen, toch? Precies, zeker waar.